Eerst gaan we naar Oost-Nederland. Daar vond afgelopen week de Green Tech Week plaats. Een week waarin innovatieve, vaak startende ondernemers in contact worden gebracht met potentiële klanten en investeerders. Harry de Vries is directeur van Stichting Kiemt en legt uit hoe de week ontstaan is. Er waren heel veel activiteiten op het gebied van energie en milieutechnologie in de maanden oktober en november. Nou moet u voorstellen, we hebben heel veel te maken met midden- en kleinbedrijf. Als die baas naar al die bijeenkomsten zou moeten, dan heeft hij amper nog tijd voor zijn werk, dus dat kon niet. Dus toen hebben wij het initiatief genomen en zeggen we, weet je, zullen we al die activiteiten concentreren in één week, in de week dat het ook de dag der duurzaamheid is, en dan gaan we in één week kijken wat we allemaal hier in dit deel van het land doen op het gebied van clean tech energie. Ik denk dat wij heel sterk zijn in bottom-up denken. Het begint bij ons in zolders, in schuren. En we zijn in staat om door dat te verbinden, die dingen, te verbinden met andere bedrijven en kennisinstellingen om die naar de markt te brengen. Dus wat we noemen sociale innovatie. En dan zie je bijvoorbeeld dat de regio de Achterhoek daar heel sterk in uitblinkt. De doelstelling van de Green Tech Week zijn in eerste instantie probeer de ondernemers te inspireren door ze te laten zien welke ontwikkelingen er eigenlijk allemaal al zijn. In de tweede plaats vinden we het heel belangrijk dat er een interactie ontstaat tussen de kennisinstellingen en de ondernemers. En dit met het uiteindelijke doel om te verbinden en te versnellen en te zorgen dat de innovaties snel mogen leiden tot succes. Om die samenwerking tussen onderwijs en duurzame bedrijven te bekrachtigen, werd afgelopen week het Power Lab officieel geopend. En op dit moment is het Power Lab geopend. Power Lab is een platform waar onderwijs en bedrijfsleven structureel samenwerken op het gebied van duurzame, al dan niet elektrische, energievoorzieningen. Deze opening was niet het enige. De week bestond uit niet minder dan 38 activiteiten en events. Zo vond er ook de Early Morning Toast plaats. Ondernemers ontmoeten elkaar in de ochtend om samen te ontbijten, workshops te volgen en natuurlijk vooral te netwerken. Een ander hoogtepunt was de uitreiking van de Jan Terlouw Innovatieprijs. 5 bedrijven waren hiervoor genomineerd en de winner is... De winnaar Solar Freezer won 10.000 euro cash, 8 dagen adviestijd en huisvesting. Een plek waar veel innovaties starten zijn de onderwijsinstellingen Oost-Nederland. We zien dat er heel veel studenten in deze regio zijn. Wat ik ooit eens hoorde is dat 30% van alle ingenieurs werken in deze regio. En als je kijkt naar de ROC's, de MBO, dan zie je daar ongeveer 6.000 studenten op het gebied van energie en milieutechnologie. En kijken we naar de universiteit en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, dan praten we zelfs over 13.000 studenten die zich met energie en milieutechnologie bezighouden. Michiel en Koestrim zijn 2 studenten die met innovatie bezig zijn. In dit geval een hele zuinige auto, ook wel Hydromotive. 5 jaar terug is eigenlijk vanuit de hand is een project opgestart om binnen 5 jaar een voertuig op de weg te zetten die aan de Shell Eco-marathon zou meedoen. Dat is een jaarlijks evenement waar het niet gaat om de snelheid, maar juist om de duurzaamheid en hoe zuinig een voertuig is. De vraag was eigenlijk bij het begin van het project, heel leuk, een superzuinig voertuig bouwen voor die Shell Eco-marathon. Maar hoeveel heb je aan een zuinig voertuig? Want je gaat natuurlijk roepen, dit is de toekomst. Maar in de toekomst zit niemand in zijn eentje liggend met een hellebomb in de auto. Ja, je kan er met 2 mensen in, het werkt allemaal en we rijden reëel 1 op 420. Hebben we bewezen eigenlijk. Andere projecten van de hand zijn de zonaangedreven boot Photon en een elektrische buggy die zijn accu's bijlaat wanneer het voertuig naar beneden rijdt. Of wat dacht je van Solly, een zonetende robot. Hij eet zonnestralen met de zonnepanelen op zijn mond. De energie die hij hiermee opwekt, kan hij doorgeven aan bijvoorbeeld zijn vriendje Letty, die er alle kleuren licht van kan maken. We zijn bijvoorbeeld heel goed in duurzame elektriciteit. En wie kent Arnhem niet van de trolleybus? Nou, daar is het al mee begonnen. En als je kijkt naar de grote bedrijven die hier zitten, dan zie je echt dat Arnhem kan zich in Nederland onderscheiden op het gebied van duurzame elektriciteit in de hele regio. En we hadden gistermorgen een bijeenkomst over energieopslag. En er was een ondernemer die een batterij ontwikkeld heeft die 10 keer goedkoper is dan een bestaande batterij. Nou, het was geweldig. Er waren meer dan 30 mensen die belangstelling hadden voor die batterij.
Want iedereen ziet, hiermee lossen we een probleem op. En het is dan geweldig dat gewoon één ondernemer gaat vertellen van jongens, dit heb ik als Willy Wortel zeg maar ontwikkeld. En dat er opeens zoveel belangstelling voor is. Die Willy Wortel is ondernemer Wybrand Kout. Hij heeft een zogenaamde Flow Battery ontwikkeld. In tegenstelling tot veel andere batterijen is de schaarse grondstof lithium niet nodig en slijt de batterij een stuk minder snel. Kout is zeer te spreken over de Green Tech Week. Het mooie is, ja, het is een fantastisch podium, een aantal evenementen. Ik ben in contact gekomen met meerdere potentiële afnemers en klanten, en zelfs ook potentiële investeerders. Volgens Kout speelt het probleem van elektriciteitsopslag wereldwijd. Volgens hem hebben 1,5 miljard mensen nog geen beschikking over elektriciteit. Doordat zijn vinding mobiel inzetbaar is, is het product zeer interessant voor opkomende landen. Toch realiseert hij zich dat hij eerst nationaal succes nodig heeft om daarna wereldwijd succes te kunnen hebben. Neem niet weg dat om wereldkampioen te worden, zul je eerst op nationaal niveau moeten scoren. Dus vandaar dat ik ontzettend blij ben met alle waardevolle contacten die ik hier deze week heb kunnen leggen. Dus ik verwacht een aantal heel interessante demonstratieprojecten te kunnen doen hier in de regio. Ook Harry de Vries is tevreden over het verloop van de week. We willen er zeker mee doorgaan. En we nodigen iedereen uit om de komende Cleantech Week met ons mee te doen. En we gaan kijken of we daar eventueel een internationaal tintje aan kunnen geven. Of we misschien iets samen kunnen doen met Noord-Rijn-Westfalen. Want die zijn op het gebied van duurzame energieontwikkeling stukken verder dan wij zijn. En daar kunnen we een boel van leren. Meer informatie over de week vindt u via onze website www.businesschannel.nl.